Welkom weer bij Voetbalfit. Ik ben Martijn Reuser, bondscoach onder 16 Nederlands elftal. En laten we snel beginnen met de eerste oefening. Oefening 1. De bal voorwaarts tikken. Probeer met beide voeten langzaam vooruit te gaan. Het moeilijker maken van de oefening, ga achterwaarts tikken, ga met je ogen dicht de bal heen en weer tikken of rol de bal van links naar rechts. Oefening 2. Het pasen tegen een muur met hindernissen. Je staat 2 à 3 meter van de muur. Je hebt een paar flesjes neergezet. Op het moment dat je de bal tegen de muur aanspeelt en je krijgt hem terug, probeer je daarna de hindernissen te omzeilen. Het makkelijker maken van deze oefening kan door middel van dichter bij de muur te gaan staan. Het moeilijker maken van deze oefening kan door wat verder van de muur af te gaan staan of op verschillende manieren een aanname te doen. Dan denk ik aan een buitenkant voet of achter een standbeen. Oefening 3. Voetbaltennis. Je maakt een vak tegen de muur. Je probeert te serveren met één keer stuit op de grond en dan de bal tegen de muur aan te brengen om daarna weer twee keer hoog te houden. Het makkelijker maken van voetbaltennis kan door de bal wat langer hoog te houden. Het moeilijker maken, of als deze oefening het je makkelijk afgaat, probeer de bal niet te laten stuiteren nadat hij tegen de muur is aangegaan of ga wat verder afstaan van de muur. De challenge van deze week is, probeer de bal op te wippen en leg hem in je nek.